DNA hebben. Welkom dat jullie er vandaag zijn. Het is voor ons een hele bijzondere dag. Want het was, het is en het blijft de verjaardag van mijn vader, Bartel Hulten. En hij is nu zo vandaag 109 jaar geworden zijn. Helaas is hij al 40 jaar overleden. Dus dat heeft hij allemaal niet meegemaakt. Maar hij was wel iemand die toch doorbleef leven. Enkele jaren geleden kwam ik hier met een groep Brabantse vrouwen om een dagje Schiedam te doen. En toen hadden wij een rondleiding op een van de molens. En daarboven op de molen zagen we in de verte de kraam die toen nog bestond van Wilton Feyenoord. En toen zei die rondleider, zonder dat hij mij kende, en nou, er zat ook nog Bart Wilton, Ronnie Bart Wilton. Hij was zo sociaal. Hij stond zo midden naast de mensen. En als dochter van hem was dat. Mijn hart werd beroerd dat ik dacht: ik ben trots op die vader. Die er lang niet meer is, maar toch doorleeft. En toen moest ik denken gisteren aan dat liedje van Bram van Meulen. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. En daardoor zal ik altijd blijven worden. Calculator en tot in het bejaardenhuis nog gevraagd werd om mee te helpen, wat heel bijzonder is. En die had ik ook een heleboel pleuraat. Is wel heel fijn hoor. En dat heeft hem aangezet om het zelf te gaan verzamelen. En thuis in Amsterdam, voor je dat eerst allemaal kwijt. Het is uit de hand gelopen hobby geworden, want zie wat er nu moet staan om het allemaal te kunnen huisvesten. Dus daar ben jij geweldig mee bezig. Ontzettend leuk dat je dat zo hebt gedaan. En dat dat gewoon doorgegeven wordt, want wij weten ook dat dat iets is voor de jeugd. En dat we moeten proberen op de scholen geïnteresseerd kan worden om hier te komen. Nee. Dat is ook zo.